Yo, what up gasten, dit is een speciale kerstmisvideo van Banje Movies. Iedereen die mee heeft geholpen in 2011 aan Banje Movies, gaat jou nu persoonlijk bedanken en een fijne kerst wensen. En degene die het niet wouden doen, die hebben we al lang vermoord. Voldemort. Check it. Hey, what Natties, ik wens jullie een fucking harde kerst toe en het beste in 2011. Mocht je alle lekkere chickies pakken gewoon. En dat je gewoon gaat vliegen door het hele fucking jaar heen. Aight? Ik wens jou een fijne kerst toe en een... Hi, slashjes van me. Sorry, jullie zijn niet echt slashjes hoor. Maar ik wens jullie een geldend, spuitend 2011 toe. Mocht je dieper in je leuk worden dan je in haar grote zin. Doe je en je in je mond. Met je in je en je daarna nog een keer op iemands. Ik zeg het maar gewoon, oftewel een heel geld 2011. Oh mijn god. Dag allemaal, ik wens jullie een fijn 2010 en een goed. Tommy! Die vuist hoort daar helemaal niet. Het is geen sesamzaad. Jezus Christus zeg. Guten Tag. Ik wens Sie allemaal een goede kerst en een goede 2011. Dat is een jaar? Nee, dat is een getal. 2011, dat is een getal. Nee. Oh, dat getal is een jaar? Nee, dat kan niet. Is dat de pincode? 2011, dat is de pincode, hè? Scheiße! Oh, dat is de pincode! Jawohl, jawohl! Ah. Ik wens jou een fijne kerst toe. En... Hey jongens, hier JB van Banje Movies. Ik hoop dat iedereen een fijne kerst heeft gehad en een goed 2011 gaat krijgen. Ik hoop voor mezelf in 2011 dat ik eindelijk de puberteit aanraak. Dat gebeurt gewoon one time, weet je wel. Het is gewoon, het moet een keer gebeuren. Never say never. En oh baby, als het gebeurt, ik pray ervoor. Het zou zo leuk zijn. Ja. In ieder geval een goed 2011. Sorry, maar hoezo ging ik te ver? Zeker over dat sletten? Mag ik ze geen sletten meer noemen? Oh, dat neuken. Maar een vuist in iemands a**druk is toch niet zo... Dat is dus wel erg. Oké. En een gelukkig nieuwjaar. En een leuke Pasen. Hallo allemaal, ik wens iedereen een goede kerst in de 2011. Doei! Nou, dan ben ik als allerlaatste over en ik wens jou een fucking random 2011 toe. Mocht je niet weten wat er waarover gaat gebeuren, op elke straat ook een leuke verrassing. Ik hoop dat dat zo voor je is, dat elke smoes die je ooit hebt gehoord in een verse 50, dat ze allemaal van pas komen. Dat Bardolf niet bij je aanbelt, want dat is geen lolletje. Dat alles gewoon gesmeerd verloopt en dat je desnoods de ware vindt. Als je die nu al niet hebt gevonden. Ja? Dat was hem. Ik hoop dat het net zo tof is als Banje Movies in 2010. Check deze video. Iets. Ergens. Nu! Ik proef precies als Josje. Aangenomen! Hoe vergaat de wereld? Goeie mij niet. Yo, wat op, gasten. Welkom in... Lucht is fucking nice! Fucking koekje. Nee, jawoel. Nee, jawoel. Nee, jawoel. Dit is echt by far het meest domme wat ik heb gedaan. Dit is echt heel tof. Nog één hap te gaan. Daar komt de egel aan, ik ben weg. Hondje doet waf. Geen Bieber fever in deze video. Was het een Voldemort? Voldemort! Zombie! Online! Nou gasten, dat was de video voor vandaag. Ik hoop dat je hem hartstikke tof hebt gevonden. Vond je hem tof? Geef hem een groen duimpje. Vond je hem echt zo tof dat je er meer voor wilt doen? Voeg hem naartoe aan je favorieten. En ik heb één vraag eigenlijk voor jullie. Wat is jullie favoriete Banjo movie uit 2010? Waar moet een vervolg op komen? Is dat op Banjo nieuws? Verse 50? Bardolf, de homo, Justin Bieber? Het kan alles zijn. Zeg dat even in de comments hier beneden. Ik ben hartstikke benieuwd naar jouw mening.
Vergeet deze video ook niet te delen via Hives, Twitter, YouTube. Dit is YouTube, kut, sorry. Ja, MSN, waar je ook maar wil. Zodat iedereen Banjo-movies gaat kijken. En dat de Banjo-legioen nog groter wordt. Dus nogmaals, groen duimpje, favorieten. Favoriete Banjo-movie, personage of iets in de reacties. En delen. Dat was hem eigenlijk. En gasten, oprecht wil ik jullie allemaal bedanken voor een hartstikke tof 2010. En ik hoop, serieus, dat 2011 gaat knallen. Voor jou, voor mij, voor iedereen. Banjo Legioen, we gaan ervoor. En ik check jullie later. Banjo! Door die video zijn wij in contact gekomen en wij hebben besloten om een epische blender battle te maken. We gaan deze drie dingen gaan we alle drie drinken, zo snel mogelijk. Dus we beginnen met één van die drie. Wie het eerst leeg heeft, klaar. Als je overgeeft, heb je verloren. Ja. Oké, 3, 2, 1.